Ja, het is eigenlijk een heel uh, sloom tijdsbeeld. Slow photography, weet ik het, hoe je het kunt noemen. Hoe verandert Nijmegen door de jaren heen? Alle inwoners kunnen meewerken aan het in beeld brengen van grote en kleine veranderingen... op initiatief van het regionaal archief en het beziendershuis. Uh, de actie die wij van het beziendershuis zijn gestart heet Collage van de Stad. En daar zijn we in 2020 mee begonnen, 2021 gedaan. Gaan we aankomende zondag, gaan we dat weer doen... Uh, waarbij we één dag reserveren, één zondag in het voorjaar, om alle Nijmegenaren, voor zoveel mogelijk Nijmegenaren, uit te nodigen om een foto te maken vanuit hun voordeur. Uh, die foto's die sturen ze naar ons toe, die gaan naar het gemeentearchief. Daarmee krijg je een beeld van de hele stad Nijmegen op één dag. En daar hebben we er nu twee. En over tien jaar hebben we er tien. En dan zie je heel langzaam eigenlijk de kleine dingen in de stad veranderen. Ook na één jaar kan het al interessant zijn om twee foto's te vergelijken die op dezelfde plaats zijn gemaakt. Ik vind het leuke van deze foto dat hier die herdershond in zit. En in 2021 zit er een herdershond weer in de tuin. Gaat die aankomende zondag weer in de tuin zitten? Hè? Dat, uh, dat zijn hele kleine dingen. Wat ik ook een mooie vind is. Uh, uh, dit is op de pastoor Zie je een mooie foto voorjaar 2020. Een, een plantsoen-gazon voor het huis, helemaal kaal. En in 2021 zie ik daar een heel grappig klein kerstboompje op verschijnen. Uh, een heel klein dingetje, maar langzaam zie je die stad veranderen. Ook lelijke uitzichten zijn van harte welkom. Je, je hoeft je niet te schamen voor je uitzicht. Ik heb ook niet het mooiste uitzicht. Sommige mensen hebben natuurlijk fantastisch mooi uitzicht. Maar het gaat gewoon om, om alles. Dus uh, uh, loop naar je voordeur. Maak vanuit de drempel een foto. Ik zie dat er heel veel foto's zijn die uh, overdag genomen zijn. Hmm. Uh, is daar een, een restrictie aan het tijdstip? Nee, uh, er zijn geen restricties aan het tijdstip. Dus het is zondag 24 april van 0,000 uur s'nachts. Tot de volgende nacht, dus 24 uur lang kun je foto's maken. Zo wordt jaar na jaar de collectie steeds groter. De foto's worden in het archief opgeslagen en zijn te bekijken op de website van het Bezienershuis. Dan kun je op bezienershuis.com de hele collagebank zien. En er staan dan hopelijk honderden foto's waarin je je eigen bijdrage van dat jaar kunt zien. Op die website staat ook beschreven aan welke eisen de foto's moeten voldoen.